zeggen. Dus dat is allemaal voor de sterke werken. Dankjewel. Dankjewel. Mooi. Dankjewel, jongen. Hey, Kieren. Dankjewel. Dankjewel. Ja, die kunnen ook een haring maken. Samen met de haring. En alle fijne meubeltjes die in het huisje staan. Oh nee, broer Boris, nee. Het is veel te veel gedoe. Jawel, zegt Boris, want die zijn ook aan vakantie toe. Ja, heb je dat ooit gezien? Iemand die op vakantie gaat zitten, doe ik ook niet. Ja. Ja. Mooi, hè? Mag ik niet zeggen? Vindt u het om de koning te helpen? Ja, dat is een hele eer. Dat is een hele grote eer om dat te mogen doen. En de koning elke keer te begeleiden en welkom te heten als hij ergens een bezoek brengt. Dus dat is, ja, dat vind ik heel mooi. Waar bent u goed in? Waar ik goed in ben? Nou, in voorlezen volgens mij, dat heb ik net gedaan. Nee, waar ik goed in ben? Ja, dat moet je eigenlijk aan andere mensen vragen, maar ik kan goed zeilen en ik kan goed praten en ik kan goed dingen organiseren. Dus ja, dat lijkt me wel genoeg. Waar ben jij goed in? Ja, zie je wel, een moeilijke vraag, hè? Wat voor werk doet u allemaal? Dat is heel verschillend. Als ik 's avonds thuis kom en ik zeg en mijn vrouw vraagt aan mij, wat heb je vandaag allemaal gedaan? Dan moet ik haast mijn agenda pakken om weer te zien wat ik 's ochtends gedaan heb. Zoveel verschillende dingen doe ik. En vanmorgen heb ik andere kinderen van een andere school die kwamen op bezoek. Op het provinciehuis heb ik welkom geheten. Toen heb ik een korte vergadering gehad met mensen van het provinciehuis. Nou ben ik hier. Zometeen ga ik een groep met mensen toespreken die over water en alles wat met water te maken heeft nadenken. Die hebben een congresje zoals het heet. Dan ga ik naar een bedrijf, ga ik kijken hoe een bedrijf georganiseerd is, waar ik kennis maak met mensen die in dat bedrijf werken. Dan ga ik naar een receptie van iemand en vanavond heb ik nog een diner waar ik afscheid neem van iemand. Dus, en zo is mijn agenda bijna elke dag. Dus ik heb heel veel met burgemeesters te maken. Ik zit heel vaak te vergaderen en ik ben ook heel vaak op stap in de provincie Zuid-Holland waar ik dan mensen, scholen of bedrijven bezoek. En soms met de koning. Ja. Vindt u lezen leuk en wat leest u graag? Ik vind lezen erg leuk en dat, ja, eigenlijk heb ik er alleen maar echt tijd voor in de vakantie. Als ik lekker een paar weken vrij heb en net als boer Boris naar zee ga, dan neem ik boeken mee. Ik neem geen kippen mee, maar ik neem dan boeken mee. Dan zit ik op mijn boot en dan heb ik lekker tijd en dan kan ik een mooi boek lezen. En anders, ja, ik lees elke dag, maar dat zijn altijd stukken van vergaderingen die ik moet lezen om te weten waar gaan we het zo meteen over hebben. Dat is niet altijd even leuk. Hè? Dat is gewoon ook saai. Maar een mooi boek lezen, ja, dat is hartstikke lekker. En weet je waarom? Omdat je dan gewoon even weg kunt dromen. Dan heb je, als je boeken leest, dan gaat je fantasie gaan werken. Want het verhaal wat je leest, dat zie je dan als het ware in je hoofd gebeuren. Dus als ik lees over boer Boris is aan het strand, zoals ik net gedaan heb, dan krijg je in je hoofd al het beeld van het strand en de zee en dat je lekker met vakantie bent. Dat is het mooie van lezen. Heeft u kinderen en leest u ze voor? Ik heb 2 kinderen, ja, maar die zijn er niet meer van gediend dat ik ze nog voorlees. Die zijn 28 en 26. Dus die heb ik natuurlijk heel veel voorgelezen en verhaaltjes verteld. Dat vond ik het leuke van toen de kinderen klein waren, om ze verhalen te vertellen. En nou ja, misschien komt er wel eens een tijd dat ik kleinkinderen heb en dan ga ik daar weer verhalen aan vertellen en voorlezen. En nu, ja, nu zijn ze groot en wonen niet meer bij ons thuis. Spreekt u ook andere talen? Jazeker. Ik spreek goed Engels, ik spreek Duits, een heel klein beetje Frans. En ik heb vroeger ook Hebreeuws moeten leren en Grieks. Maar dat zijn talen die ik niet spreek. Hoe vindt u het om deze school te bezoeken? Nou, dat is het hoogtepunt van de week, lieve meid. He, dus het is heel, heel leuk om jullie te zien hier en deze prachtige school te bezoeken. En jullie een klas voor te lezen. En nou zit ik hier met de Eva Jinek van de toekomst, geloof ik. Heeft u ook vaker een interview met kinderen gehad? Jawel. Ja, het is altijd erg leuk. De vragen die jullie stellen zijn altijd goed bedacht.
is niet de eerste keer, maar dit is leuk om weer te doen. En leuk om jullie zo te zien en te horen. Had je nog meer vragen? Nee? Bedankt voor dit. Ach, kind, merci. Dankjewel.